Ik zit in het Maximiliaanpark in Brussel. Het park waar alle tentjes staan, waar alle asielzoekers al wekenlang verblijven. Ik ben naar hier gekomen om eigenlijk een soort van pop-up radio te maken. Ik heb de kleinste radio-installatie ter wereld meegebracht en ik ga daarmee de favoriete nummers draaien van de mensen die hier wonen en rondlopen. Want life is music en music kan ervoor zorgen dat je toch heel even je zorgen vergeet. Ik heb mijn mini-studio Brussel-studio opgetrokken naast de tenten van een paar VZW's die ik nog ken van Music for Life. Bijvoorbeeld Dokters van de Wereld. Bij Dokters van de Wereld werkt Jelle. En Jelle was heel enthousiast over het idee om hier vandaag plaatjes te draaien voor de mensen. Ik ben er echt sterk van overtuigd dat muziek, zoals je zelf deze morgen al zei, een troost, een balsem is in deze momenten. Een van de eerste mensen die hier een plaatje bij ons kwam aanvragen was Phil. Phil was meer dan 10 jaar geleden zelf ook een vluchteling. Als 7-jarige vluchtte hij voor de Rwandese genocide. Hij wou dit tentenkamp toch ook eens met eigen ogen bekijken en was zeer geëmotioneerd. Je ziet er heel veel kinderen die heel onschuldig zijn. En niet alleen maar de kinderen, ook de vrouwen en zelfs de mannen eigenlijk. Voor mij dat maakt heel veel emoties los. Dat is het enige dat ik kan zeggen. Dus, en ook een beetje sprakeloos daarover. Abdelaziz is 29 en was taxichauffeur in Syrië. Hij is gevlucht voor het geweld naar hier. Zijn familie zit zowat verspreid over heel Europa. En als hij één ding mist, dan is het wel zijn moeder. Ze is ziek en weet niet of hij haar ooit zal terugzien. En daar had hij het heel moeilijk mee. Mijn moeder is mijn wereld. Als die sterft, dan heb ik geen doel meer in deze leven. Murat Tapcic, ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek, is een gouden kerel. Dat is een gast die hier 2 keer per week voor ontbijt komt zorgen, voor de mensen die aan het aanschuiven zijn om asiel aan te vragen. Hij moet hier gewoon zijn om een handje toe te steken. Vandaag heeft hij mij vooral geholpen door een beetje te tolken in het Arabisch. Wat voor een gevoel krijg jij als je hier rondloopt? Ik schaam me alleszins en ik voel me ook slecht, want wat ik ook doe, ik heb het gevoel dat het nooit niet genoeg is. Want uiteindelijk, op het einde van een dag, ja, ik keer terug naar mijn huis. En je wilt wel mensen meenemen, maar dat gaat niet. Malcolm, die was 29 en komt als bijna een van de enigen in de tentenkamp hier uit Sierra Leone. Die gast is al bijna 14 jaar aan het zwerven door Europa op zoek naar een thuis. Hij hoopt dat het in België gaat lukken nu. Gelukkig kon ik hem blij maken met een plaatje van Tupac Shakur. A place to spend my quiet nights, time to unwind, so much pressure in this life of mine. I cried times I once contemplated and would have tried, but when I held that, all I could see was my mama's eyes. Een van de mensen die het meest indruk op mij heeft gemaakt vandaag was Ahmed, 32, een jaar ouder dan ik, jonge leerkracht uit Irak. Die heeft op een bepaald moment een envelop met kogels in zijn bus gekregen. Hetgeen het signaal was dat hij zijn huis moest verlaten. Hij heeft uiteindelijk ook zijn familie moeten achterlaten. Hij is naar hier gekomen, is mishandeld geweest onderweg. Hij is hier nu nog altijd. En toen ik hem vroeg wat hij het meeste miste van allemaal, was het heel duidelijk. Dat waren zijn kinderen. Er zijn gezinnen, zegt hij, hier, die hier zijn met hun kinderen die de gevaarlijke tocht hebben gedaan en succesvol en sommigen niet. Hij wou dat risico niet lopen, want hij wil echt wel herenigd zijn met zijn familie. En wat daar niet gelukt is, is gewoon om te leven, zijn kinderen een educatie geven, een normaal bestaan. Hij wil hem proberen hier te doen en hij wil het wel doorzetten. Het zit wel diep, hij mist zijn kinderen echt wel. Echt wel. Studio Brussel.